Oké, in de visie van vandaag gaan we een toetsenbord bespreken. Een toetsenbord van Logitech, deze, die extra features heeft, zoals deze knop hier, waarmee dat je volgens wat ik op de website gelezen heb, heel specifieke instellingen kunt verrichten bij Lightroom bijvoorbeeld, afhankelijk van bepaalde apps. Dit is eigenlijk een kruising tussen een toetsenbord, zoals hier, en zo'n MIDI-paneel zoals hier. Dus hier heb ik die draaiknoppen waarmee ik bepaalde instellingen heel fijn kan gaan fine-tunen eigenlijk. Dus heel fijn gaan instellen. Eigenlijk bijna analoog die instelling te gaan verrichten. Het is Windows en Mac compatibel. De productnaam is een Logitech Craft keyboard. Het gewicht van het toetsenbord is positief in die zin dat je toetsenbord toch gewoon stil blijft liggen op een bureau over het algemeen. Het is een USB-C kabel, waar gaan we dat schrijven? Dus heel Apple-like, een plasticje erover. Je kan op twee manieren verbinding maken met je computer, dus ofwel met dat stickje, ofwel via Bluetooth. Oké, ik heb dus net de configuratie van de Logitech Craft keyboard afgerond. Handig, zeker voor Mac gebruikers, is dat er niet alleen de Windows start knop en alt knop en dergelijke meer op staan, maar dat er ook heel veel Apple specifieke knoppen staan, zoals dat comment icoontje hier en dan hier bovenaan. Al die knoppen zijn eigenlijk ook allemaal knoppen die terugkomen bij een Apple keyboard. Hier zie je van boven ook allemaal staan. En dan is de vraag nu, is dat scrollwiel de moeite of niet? En eigenlijk het handige is, van zodra de Logitech Options app de verbinding had gemaakt met dit keyboard, kreeg ik meteen ook een notificatie op mijn Mac computer, waarmee dat er gevraagd werd om een aantal plugins te gaan installeren. Dat zijn eigenlijk profielen, was denk ik het juiste woord. En dat zijn eigenlijk profielen waarmee dat je het gedrag van deze knop kunt gaan aanpassen naar gelang welke app dat er op dat moment gebruikt wordt. En als ik indruk en draai, ja, dus er zijn drie acties. Je kunt gewoon draaien, je kunt wat dat volume is, je kunt indrukken wat standaard mute was, maar ik film het net naar fullscreen. En er is de optie om in te drukken terwijl dat je draait. Dus dat zijn de drie voornaamste functies, maar eigenlijk wat dan niet zo meteen duidelijk was, is dat er ook nog een functie is, namelijk zo tappen. Het gewoon aanraken van uw scrollwiel gaat eigenlijk ook geregistreerd worden. Wat dat scrollwieltje betreft, ben ik niet helemaal overtuigd. Maar je weet dat ik zelf al zo een MIDI-paneel heb. Dus wat dat eigenlijk, hetgeen dat dat scrollwieltje doet, ook doet. Het is spijtig om te zeggen, maar eigenlijk doet dat MIDI-paneel al die functionaliteiten van dat scrollwieltje veel beter. En de standaard functionaliteit, dus eigenlijk wijzigt de functionaliteit afhankelijk van welke app dat open is, dus dat is wel super handig. En de standaard functionaliteit van de knop in Lightroom was, als je eraan draait, is het contextueel. En de andere twee functies bleven eigenlijk de standaard functies. Dus eigenlijk is het vooral het draaien, dat is eigenlijk maar één van de mogelijkheden dat je gebruikt van die knop in Lightroom. De andere optie in Lightroom is eigenlijk, dus als je eraan draait, ga je een bepaalde contextuele wijzing gaan aanpassen. Bijvoorbeeld vergelijkbaar met als je op exposure staat, kan ik zo mijn exposure gaan aanpassen. En als ik dan die knop, dus van zodra ik die knop aanraak, krijg ik onderaan in beeld een minuutje te zien. En daarop is dan geactiveerd welke instelling dat er nu actief is. En door er zo op te tikken op de knop, ga ik eigenlijk die instelling gaan wijzigen. Dus dat betekent eigenlijk dat door op die knop te tikken, ga ik gaan deze knop gaan wisselen tussen exposure, blacks, whites, shadows, highlights, contrast, clarity, vibrance en saturation. Dat zijn de opties die je kunt kiezen standaard. En je kan ook degene die je niet veel gebruikt uit gaan zetten. Want eigenlijk het nadeel is dat je, als je wilt veranderen, je kan alleen door hierop te tikken doorheen de lijst vooruit gaan bewegen. Dat is het enige dat je kunt doen. Dus als je helemaal achteraan staat en je moet één optie terug, dan moet je eigenlijk al de opties doorlopen. Maar als je dan bijvoorbeeld exposure, laat ons even exposure gaan selecteren. Als je dan exposure geselecteerd hebt en dan de draaibeweging, ga ik de exposure gaan aanpassen. Dan zie je, dit is de knop die ik gebruik voor exposure. Dan zie je zelf dat die knop op mijn MIDI-paneel, dat de waarde daarvan hier, die knop, de indicatie, wijzigen volgens dat ik hier deze knop verander.
Dat is de volgende knop hier op dat paneel. Dan zie je dat hem daar effectief de zwartwaarde gaat aanpassen. Dus op zich is het functioneel, maar dit goedkope paneeltje is sneller, omdat je niet eerst doorheen al die functies moet lopen. En je krijgt ook op het paneel zelf de huidige waarde te zien. Dus hier zie ik ook echt, oké, ik heb dat zoveel aangepast, En ook wel onbelangrijk, hetgeen dat ik hier niet kon op instellen, hier kan ik heel gemakkelijk door die knop in te drukken, mijn waarde gaan resetten. Hetgeen dat hier, met deze knop heb ik geen mogelijkheid gevonden om die waarde te gaan resetten. Dus dat is ook wel een nadeel van dat keyboard. Ik denk dat ze dat keyboard ook wel uitbrengen zonder die knop. Ik zou dan eerder dat keyboard zonder die knop aanraden. En dan zo'n X-Touch Mini MIDI paneeltje om echt met Lightroom te werken. Dat is de conclusie.